Goeiedag lieve mensen, we zijn vandaag vrijdag 27 oktober en ik heb dus voor jullie een weekboodschap en dit voor de week van 30 oktober tot en met 5 november. En ik ga dus vandaag de boodschappen trekken uit dit deck van aartsengel Michael, de Sword of Light Oracle van Radley Valentine. Dus we gaan de kaartjes schudden en eens kijken wat dus de weekboodschap wordt dus voor de komende week. En we moeten niet lang wachten. En heel mooi, we krijgen dus dezelfde boodschap als vorige week. Je geliefden en jijzelf zijn veilig. Dus dat is heel mooi. Ik vind dat altijd een prachtige boodschap. Ik vind het fantastisch om te weten dat we dus beschermd zijn. En zeker, ja, aartsengel Michael is dus ook de engel van bescherming. Dus het is fijn om te weten dat aartsengel Michael bij ons is om ons extra te beschermen. Prachtig. Laat je angsten los en laat ook je zorgen los. Over je geliefden en over jezelf. Ah, ik dacht dat erop stond, jij en je geliefden zijn veilig. Maar er staat dus, je geliefden zijn veilig. En dan staat hij dus, laat je angsten los en je zorgen over je geliefden. Ik zorg goed voor hen. Maar ik heb eigenlijk, ja, het feit dat ik het ook zei, dus voor jezelf, ik heb de indruk dat het dus gaat over je geliefden en jezelf. Dus je dierbaren en jezelf zijn goed beschermd. Dat kwam zo door, dus ja, ik heb het gevoel dat ik deze boodschap zo mag doorgeven. Maar het kan dus inderdaad zijn dat jij je zorgen maakt en dat je een beetje angstig bent wat betreft je dierbaren. En ja, aartsengel Michael wil je laten weten dat jij niet bang hoeft te zijn. Je mag deze angsten en zorgen loslaten. Want aartsengel Michael, die is bij ze. Die is bij je geliefden. En die zorgt goed voor ze. Hij beschermt ze en hij zorgt ervoor dat ze veilig zijn. Dat geldt ook voor jezelf. Dat staat nu wel niet op deze kaart, maar ja, het heeft ook met jezelf te maken. Misschien maak jij je zorgen over je eigen veiligheid. Of over je leven, bepaalde dingen die zich afspelen in je leven. En aartsengel Michael wil je ook laten weten dat jij zelf ook goed beschermd bent en dat er voor je gezorgd wordt. Dus je mag deze angsten zeker gaan loslaten. Wat je ook kunt doen als je, ja, als je bang bent of als je angsten voelt, dat is dus extra hulp gaan vragen. Je kan dus aartsengel Michael aanroepen. Dat kan dus gewoon door te zeggen, lieve aartsengel Michael. En dan vraag je, wil je mij extra beschermen? Of wil je mijn dierbaren extra beschermen? Of wil je mijn dierbaren en mezelf extra beschermen? Dus wat het ook is, over wie jij je ook zorgen maakt, vraag aartsengel Michael om hulp en om extra bescherming aan jou te geven. Maar weet dat aartsengel Michael en zijn team, dus, en ook je beschermengel natuurlijk, die is ook heel belangrijk in het beschermen van jezelf en van ook de beschermengel van je dierbaren, die zorgt er dus voor dat jullie eigenlijk altijd veilig zijn. Dus het is een hele mooie boodschap. En vorige week was de weekboodschap inderdaad ook, ja, je bent veilig. Dat was dus uit dit deck, mijn eigen deck. Dat er daar dus ook op stond, dat we ook een boodschap kregen van aartsengel Michael, die zei dat we veilig zijn. Dus dat is heel mooi. Dan ga ik ook nog drie keuzekaartjes voor jullie trekken. Maar wilt jullie dan een keuze kunnen maken en dat jullie dan een persoonlijke boodschap kunnen kiezen? Dus trek dan, kies dan het kaartje wat je het meeste aantrekt. Of misschien krijg je ook een nummer in je gedachten. En dan ja, mag je het kaartje kiezen met het betreffende nummer. Zo, ik heb dus drie kaartjes gekregen. Dat is kaartje nummer 1. Dan hebben we kaartje nummer 2. En dan nog kaartje nummer 3. Dus kies dus de boodschap wat je het meeste aantrekt, wat je het meeste aanspreekt. Of het overeenkomende getal dat je dus in je hoofd had. Dus kaartje nummer 1, kaartje nummer 2 en kaartje nummer 3. En ze zijn prachtig.
Ik zie dat er dus ook een rode draad in zit, die dus ook heel goed past bij de weekboodschap. Dus het eerste kaartje is deze. This is a blessing in disguise. Dus het is dus een verborgen zegening. Hele mooie kaart ook. Prachtige kleuren met die vleugels. Heel mooi. Wees geduldig en heb geduld dat je engelen deze situatie onder controle hebben. Wat aankomt, dat is veel beter dan jij ooit had durven dromen. Dat is prachtig eigenlijk. Hè? Het gaat dus over bepaalde uitdagingen in ons leven, die we dus ja, voor het moment meemaken. Wanneer er uitdagingen op ons pad komen, ja, dan zijn we soms een beetje het noorden kwijt, weten we niet goed wat we moeten doen, weten we niet goed hoe we het moeten oplossen en maken we ons zorgen. Maar aartsengel Michael verzekert ons ervan ja, dat eigenlijk alles onder controle is. De situatie is perfect onder controle en er wordt hard aan gewerkt. Uitdagingen die verschijnen niet zomaar op je pad. Uitdagingen komen op je pad om uit te leren. Of om een andere weg in te slaan. Misschien is er iets die beter is die op je wacht, zoals er hier staat. Wat eraan komt zal beter zijn wat je ooit had durven dromen. Dus vaak komt er iets op je pad, misschien komt er een einde aan een bepaalde situatie. En dan ben je zo'n beetje ontredderd, omdat je dus uit je comfortzone getrokken wordt. Maar dat heeft een reden, dat gebeurt niet zomaar. Het gebeurt om je op een ander pad te brengen. Dus het kan zijn dat je dus het ene mag afsluiten, of dat het ene afgesloten wordt. Misschien heb je zelfs geen keuze. En ja, dan komt er iets anders op je pad. Natuurlijk niet onmiddellijk. Het is nodig dat je wat geduld hebt, want ja, wij mensen soms ongeduldig. Maar het is belangrijk dat we dus rekeningen houden met de goddelijke timing. En dat we dus ja, geduldig zijn eigenlijk. Want ja, er komt iets moois aan. Wat er gebeurt, gebeurt niet zomaar. Het draagt eigenlijk een verborgen zegening. En wat er op ons pad komt, dat zal echt wel veel mooier zijn dan we ooit hadden durven dromen. Dus geloof daar ook in. Geloof dat mirakels kunnen gebeuren. Kaartje nummer 2, die sluit dus perfect aan ja, bij de weekboodschap. Have no fear. Dus wees niet bang. Heel mooi. Dus angst is een val van het ego. Laat me toe om een zwaard van licht te gebruiken om jou te bevrijden van ja, angstige gevoelens die jou eigenlijk tegenhouden. Dus ja, deze kaart geeft dus de boodschap dat jij dus met bepaalde angsten zit. En dat jij dus ja, deze angsten je laat tegenhouden eigenlijk. Door de angsten durf je geen stappen te nemen. Of ja, blijf je dus in die comfortzone zitten. En aartsengel Michael verzekert je ervan dat je veilig bent. Vraag ook aan aartsengel Michael om je te helpen om bepaalde zaken los te laten. Zodat je dus nieuwe mooie dingen kunt verwelkomen. En dat heeft ook dus te maken met kaart nummer 1. Er kunnen uitdagingen op je pad komen waardoor je dus heel angstig kunt zijn. Of waardoor je dus niet echt goed weet wat je moet doen. Maar vraag dan aartsengel Michael om hulp ja, om je moed te geven en om bepaalde dingen af te sluiten. Zodat er dus mooie dingen op je pad kunnen komen. Maar belangrijk is hierbij, de belangrijkste boodschap van deze kaart, is dat je niet hoeft bang te zijn. Laat die angsten los, want aartsengel Michael die beschermt je en die is bij je. Dus laat die angsten los. En als je dus die angst voelt, dan kan je ook weer extra hulp vragen aan aartsengel Michael om je te helpen. Ja, om eigenlijk ja, om hem om extra bescherming te vragen. Dat zal hij dan ook doen. Hij zal je ook extra beschermen. Dat is heel mooi. Dan kaartje nummer 3. Je houdt het niet voor mogelijk. We hadden dus de weekboodschap. Je geliefden zijn veilig. Wees niet bang. En nu hebben we, je bent veilig. Dus
Het eerste kaartje was dus, je geliefden zijn veilig. Maar ik had ook de indruk dat het dus ging om jezelf, dat jij ook veilig bent. Maar hier heb je nog eens de bevestiging dat jij veilig bent. Dus ja, je hoeft niet bang te zijn, echt niet. Je bent veilig. Je bent veilig in mijn bubbel van licht. Je kan vooruit gaan met vertrouwen. Mooi. Dus ja, die angst die kan je inderdaad tegenhouden. Maar je hoeft niet bang te zijn. Je mag doorgaan. Je mag doorgaan op je pad. Je mag echt wel je tocht verder zetten. Je pad verder zetten. Want je bent beschermd. Dus wat je ook doet. Misschien denk jij dat het een risico inhoudt. En dat het ja, misschien moeilijk zal zijn. Of dat je niet zal slagen. Maar laat deze overtuigingen los. En vertrouw op aartsengel Michael. Op zijn team en op je beschermengel. Dus weet dat je beschermd bent en dat je altijd veilig bent. En als je stappen neemt, dan ben je altijd gesteund en geleid door de engelen. En beschermd. Dat is heel belangrijk. Dus dat waren dus de weekboodschappen voor de komende week. Ik wens jullie alvast een hele fijne week toe. In België is het herfstvakantie, dus het kan zijn dat er bepaalde mensen thuis zijn. Dus ja, geniet ervan. Ik zou zeggen, ik hoop dat het wat mooi weer wordt de komende week. En geniet er alvast van. Tot volgende week. Dag!